Goedemorgen gemeente. Ga lekker zitten. Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik je vragen om je Bijbel te openen naar Efeze 6. We gaan vanmorgen verder met de serie waar we mee bezig zijn als gemeente over de geestelijke wapenrusting, over de geestelijke wereld, over geestelijke strijd. En dit doen we omdat we vinden dat het belangrijk is om hier ook een stuk bewustzijn over te hebben, over de geestelijke wereld die er ook is, waar we allemaal ook mee te maken hebben. Dus open je Bijbel naar Efeze 6 en voordat we dat doen wil ik graag ook nog beginnen ook met gebed. Vader, dank u dat u hier aanwezig bent, Heer, door uw geest en door uw woord, Heer. En ik bid als we uw woord openen, Heer, dat we uw woord mogen horen. Te zullen horen en ieder persoonlijk wat u tot ons te spreken heeft vanmorgen. Dat we opgebouwd worden en gemotiveerd worden door uw woord. En dat we ons verheugen zullen in het goede nieuws van het evangelie. En dat we als gevolg van wat we zullen horen ook bereid zullen zijn om uw evangelie ook deze wereld in te brengen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zoals ik zei, we willen verder met de serie over de geestelijke strijd. En strijd en oorlogstermen, dat zijn manieren waarop het christelijk leven in de Bijbel keer op keer geduid wordt. De Bijbel spreekt niet over dat het christelijk leven zomaar een van de vele legitieme manieren is van leven. Een van de vele religies. En jij kiest maar gewoon wat goed voelt voor jou. You do you, zolang je anderen geen kwaad aandoet. De Bijbel zegt, nee, er is één weg en er is één waarheid. En die weg volgen is een strijd. Paulus zegt aan het eind van zijn leven, zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof, heb ik behouden. En deze strijd is geen fysieke strijd of geen fysieke oorlog. Ook al kan het misschien die vormen soms aannemen, maar ten diepste is het een geestelijke strijd. Het is een kosmische strijd tussen God en tussen Satan. Tussen de machten van de duisternis en de machten van het licht. Een strijd tussen goed en tussen kwaad. En ons hedendaagse denken, ons materialistische denken, ons wetenschappelijke denken, ons therapeutische denken, die heeft niet zo heel veel ruimte voor die categorie. Voor de categorie dat er machten aan het werk zijn in de wereld, machten die wij niet kunnen zien, maar die desalniettemin een invloed hebben op ons leven. Machten die, als we eerlijk zijn en werkelijk kijken naar de wereld om ons heen en zelfs ons eigen leven zichtbaar zijn. Het kwaad wat we zien in de wereld, de verdeeldheid die we zien in de wereld. We denken bij het idee dat er machten achter zitten, joh, dat is van de tijd dat we nog geloofden in heksen. Vandaag de dag weten we wel beter. De echte strijd voor de moderne mens, joh, dat is ons gebrek aan wetenschappelijke kennis. Of onze gezondheid, of het vinden van een huis. Of vul maar in wat het voor jullie is. Het is tegen vlees en bloed. Maar de Bijbel zegt, nee, onze echte strijd is niet tegen vlees en bloed. Onze echte strijd is deze kosmische strijd. En het idee dat er machten zijn is niet achterhaald, maar is de werkelijkheid waar we allemaal mee te maken hebben. En wat God ons aanbiedt in zijn woord is niet een gedetailleerd overzicht van alle manieren waarop Satan ons eventueel zou proberen aan te vallen. Er zijn bepaalde tactieken die de Bijbel openbaart, maar niet alle mogelijke manieren. Maar wat de Bijbel ons wel geeft, is een gedetailleerd overzicht van hoe we ons kunnen bewapenen in deze strijd. En wat we kunnen doen om staande te blijven in deze strijd. En daar hebben we het al over gehad met elkaar. Paul heeft het een aantal weken geleden gehad over de gordel van de waarheid. In deze strijd hebben we de waarheid nodig, omdat de leugen, de verdraaiing van de waarheid, de primaire manier is waarop deze strijd plaatsvindt. Satan wordt ook wel de vader van alle leugen genoemd. Heeft God werkelijk gezegd? En in deze strijd hebben we de gordel van de waarheid hebben we nodig. En zo mogen we, had Paul het over, mogen we leren om ons vast te houden aan de waarheid. Mogen we leren om, zoals Jezus zei, maar er staat geschreven. Toen hij verleid werd door Satan, mogen we leren om te zeggen, maar er staat geschreven. En mogen we leren vechten met de waarheid, maar we mogen ook leren om mensen te worden van waarheid. We mogen wandelen in waarheid, we mogen de waarheid spreken. We mogen leren om mensen te worden van integriteit. En op die manier wapenen we ons in deze strijd.
Vorige week had Arjan het over het borstpantser van de gerechtigheid. En ook dat weer is enerzijds gerechtigheid die we mogen ontvangen. De gerechtigheid in Jezus die we mogen ontvangen. In hem zijn we gerechtvaardigd. Maar ook mogen we leren om te wandelen in recht. Mogen we leren om mensen te worden die in deze wereld die recht en gerechtigheid brengen. Dat is ook waarom we al deze dingen organiseren. Dat is waarom we, wat Annemieke net verteld heeft, een braderie organiseren volgende week. Een gerechtigheidszondag. Omdat we weten dat we mensen mogen worden die ook recht en gerechtigheid brengen in deze wereld. En dan gaat het door. Dus in deze strijd hebben we de gordel van de waarheid nodig. We hebben het borstpantser van de gerechtigheid nodig. De helm hebben we nodig. We hebben een zwaard nodig. Maar stel je voor, je ziet een Romeinse soldaat op zijn blote voeten. Zou dat niet een beetje gek zijn? Soldaat helemaal vol in zijn hele outfit, maar hij heeft geen schoenen aan. We hebben schoenen nodig ook in deze strijd. En laten we dan eens even met elkaar kijken. Dat wil ik met jullie gewoon gaan doen. Wat zijn de schoenen die we nodig hebben in deze strijd? En hoe kunnen we deze schoenen aantrekken? Wat zijn deze schoenen precies? Laten we lezen met elkaar Efeze 6, vers 10 tot vers 15. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Deze tekst zegt, de schoenen die we nodig hebben in deze strijd, dat zijn de schoenen van de bereidvaardigheid. Of zoals onze tekst zegt, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van deze vrede. Wat zijn deze schoenen precies? En hoe trekken we ze aan? Laten we gewoon eens woord voor woord eens even kijken naar wat hier precies staat. Allereerst staat er, het zijn de schoenen van het evangelie. Evangelie betekent het goede nieuws. Paulus zegt, in deze strijd heb je de schoenen van het evangelie, de schoenen van het goede nieuws nodig. Het beeld is hier dat wij als gemeente allemaal strijders zijn en dat we in een gevecht zitten tegen de vijand en zij aan zij zijn we aan het strijden met elkaar. En opeens dan komt er een boodschapper, de koninklijke boodschapper die komt. En die boodschapper die komt met nieuws. En hetgene wat je wil is, als jij in een strijd zit, dan wil je natuurlijk goed nieuws hebben. En dat is het beeld hiervan. Het is het beeld van een boodschapper die komt en die zegt, luister, er is goed nieuws. We zijn de winnende partij. Deze boodschapper komt met het goede nieuws dat onze generaal Jezus, zoals in Efeze 1 staat, uit de dood is opgewekt. Dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van God, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die wordt genoemd. Het goede nieuws wat die boodschapper brengt en wat we mogen weten in deze strijd is, we staan al op overwinningsgrond. Ja, we strijden nog steeds, maar we staan al wel op overwinningsgrond. En daarom hoeven we ook niet bang te zijn in deze strijd en mogen we de schoenen aantrekken van goed nieuws. Dat is wat je wil horen. Als jij midden in die strijd zit. En het aantrekken van de schoenen van de bereidvaardigheid begint daarbij bij het besef dat we werkelijk goed nieuws hebben. En dat Jezus, zijn komst, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding, het feit dat hij nu zit aan de rechterhand van de troon van God en vanaf daar regeert, dat dat goed nieuws is. Daar begint het. Besef, het aantrekken van die schoenen begint daar. Een Bijbels verhaal die het zo mooi illustreert, vind ik het verhaal van een Samaritaanse vrouw. Vrouw die bij de put kwam op het zesde uur. Het zesde uur, dat was
midden op de dag, het heetst van de dag. Die vrouw kwam midden op de dag op het moment dat ze eigenlijk helemaal niet gezien wilde worden. Dat was een vrouw die door de dingen die ze mee had gemaakt in het leven, door de zonde die ze had begaan, werd ze verstoten in de maatschappij. Voelde ze zich onrein, voelde ze zich schuldig. Was ze iemand die zich liever terugtrok. En dan op dat zesde uur midden op de dag ontmoet Jezus haar daar. En Jezus begint tot haar te spreken en door zijn spreken richt hij constant de aandacht op zichzelf. En door het gesprek heen ontdekt deze vrouw opeens, wacht eventjes, is dit niet de redder van de wereld? Is deze Jezus niet de redder van de wereld die we al lang verwachten met elkaar? En je ziet, zodra dat klikt, zodra dat beseft, verandert deze vrouw van een vrouw die alleen bij de put komt op het heetst van de dag, het moment dat ze niemand zou tegenkomen daar, laat ze alles staan, ze laat haar kruik achter, ze rent het dorp in, de mensen die ze eerst ontliep, en ze zegt, luister, ik heb een man ontmoet en hij weet alles van me. Dit is de Messias, ze besefte, dit is goed nieuws. Dit is wat er gebeurt en zij is zo'n voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld is een verhaal wat ik van de week las van Billy Bray. Hij was een mijnwerker en hij was alcoholist die zijn vrouw sloeg. En op den duur las hij een boek. Hij kwam een boek tegen waarin het evangelie werd uitgelegd en hij werd zo overtuigd van zijn eigen zonde. Op het moment dat hij het boek wat het evangelie uitlegde las. En hij dacht, dit is niet voor mij, ik ben te ver heen. En hij ging op zijn knieën en een nacht lang bad hij. En aan het eind van de nacht verhoorde God zijn gebed. En God stortte zijn genade en God stortte zijn liefde uit over Billy. En hij zei, wat er ook gebeurt, joh, ook al stop je mij, zegt hij, ook al stop je mij in een vat. Weet je wel, zo'n oud vat waar, wat zat daarin? Wijn of water of... Weet ik veel wat erin zat in die tijd dat hij leefde. Er zat een klein gaatje in. Hij zegt, joh, ook al stop je maar daarin. Ik zal daardoorheen God prijzen. Ik zal daardoorheen glorie zeggen. Daardoorheen zal ik God aanbidden. Ook al stop je me in dat vat, het maakt niet meer uit. Billy besefte, de Samaritaanse vrouw besefte, we hebben goed nieuws. En mijn vraag voor ons vanmorgen is ook, beseffen we ons dit? Beseffen we dat het evangelie wat we hebben werkelijk goed nieuws is? Soms is ons zicht vertroebeld, dat kan. Ook mijn zicht is soms vertroebeld. En dan zie ik het niet meer. Met name voor mensen die opgegroeid zijn in de kerk en keer op keer deze boodschap gehoord hebben. Dan kan het voor ons misschien lijken alsof het normaal is. Het idee dat God zijn troon verliet en dat hij naar de aarde kwam, stierf voor ons, opstond. Die boodschap, misschien zien we het niet meer dat het werkelijk goed nieuws is. Misschien zie je het wel, geweldig. Als je het niet ziet, laten we dan doen wat Paulus ook doet in de Efezebrief. Hij bidt voor de kerk in Efeze dat God hun de geest van openbaring zal geven. Dat God hun geestelijke ogen zou openen, zodat ze de breedte en de lengte en de diepte van Gods liefde zullen kennen en zullen proeven. En lieve mensen, laten ook wij dat doen. Laten we aanhoudend blijven bidden dat we ons zullen blijven verwonderen over en verheugen in het evangelie, het goede nieuws, wat Jezus is voor ons. Daar begint het en dan gaat het verder. Paulus zegt, het zijn de schoenen van het evangelie, maar hij zegt, oké, het zijn de schoenen van het evangelie van de vrede, hebben we gelezen. Trek de schoenen van het evangelie van de vrede aan. Wat voor vrede heeft Paulus het hierover? Hij zegt, we zitten in een strijd. Heeft hij het dan over een wapenstilstand? Heeft hij het dan over dat we vrede sluiten met de machten waar we tegen strijden? Vrede sluiten met Satan? Nee, daar heeft hij het niet over. Tot de dag dat Jezus opnieuw terugkomt, zal Satan proberen alles te doen om ons bij hem weg te houden. Dus het gaat niet over de vrede in deze strijd. Heeft hij het dan over vrede in al onze omstandigheden, wat betreft de omstandigheden van onze levens? Ook dat heeft hij niet. De context waarin Paulus schrijft is, Paulus zelf schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit, geketend aan een Romeinse soldaat. Niet bepaalde omstandigheden waarvan je denkt, hé, geweldig, prachtig, ik zit in de gevangenis. Zij heeft het ook niet over vrede per se in al onze omstandigheden, of wat betreft onze omstandigheden. Wat voor vrede heeft Paulus het dan wel over? Ten diepste heeft Paulus het hier over de vrede die we mogen hebben en die we mogen vinden met God. De vrede die intrede doet in ons leven
Als de relatie met God die verbroken is door de zonde weer hersteld wordt. Hij heeft over de vrede die in onze levens komt. Als God weer de juiste plek krijgt in onze levens. De plek die hem toebehoort. In Efeze 2 beschrijft Paulus onze toestand toen we God nog niet kenden. Of onze toestand zonder God. Hij beschrijft hoe we dood waren. Geestelijk dood in onze overtredingen en in onze zonden. Hij beschrijft hoe we van nature bloot stonden aan Gods toorn. Gods heilige, rechtvaardige woede over de gebrokenheid. In Romeinen 5 worden we zelfs, diegenen die God nog niet kennen, die worden vijanden van God genoemd. We hebben geen vrede met God. Hadden geen vrede met God. Of misschien sommigen van ons hier vandaag de dag ook nog steeds niet. Kennen we God niet? Beleven we niet een vrede met God? Hebben we geen vrede gesloten met onze schepper, met onze maker? En er zit een diepe pijn en een diep verlangen in het hart van een ieder van ons om God werkelijk weer te leren kennen. Ons hart is onrustig totdat het weer rust vindt in God. We beleven een diepe onvrede daar waar we God niet kennen. Maar het goede nieuws is dat het kennen van God weer mogelijk is. Dat we vrede met God kunnen hebben. Hier in Efeze 2, daar staat maar God die rijk is in barmhartigheid. Hij ontfermt zich over ons als mensen. Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Wij waren dood. En hij maakte ons levend. Wij konden daar niks aan doen. Het is uit genade, staat er, bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. We hebben weer, door Gods grote liefde, mogen we weer tot leven komen. Door Gods grote liefde mogen we weer vrede hebben met God. John Piper die schreef hierover, de genezing van onze ziel. De oplossing voor de onvrede die we beleven in ons leven. De genezing van onze ziel begint als de eer van God. Als God zelf wordt teruggebracht naar zijn schitterende centrale plaats. Hij schrijft, de zon van Gods heerlijkheid is geschapen om te schijnen in het middelpunt van het zonnestelsel van onze ziel. En als dat het geval is, worden alle planeten in ons leven in de juiste baan gehouden. Alle andere elementen van ons leven komen op de juiste plek te vallen. Als God zelf weer het middelpunt wordt van ons leven. Maar als de zon wordt verplaatst, de zon van Gods heerlijkheid, dan vliegt alles uit elkaar. Als ik dit lees, dan denk ik aan een vriend van mij die afgelopen vrijdag getrouwd is. En ik ken hem al jaren via de Reveilweken, een conferentie waar ik als kind altijd heen ging, als tiener altijd heen ging. En hij was altijd mijn vriend daar. En we trokken als kinderen trokken we met elkaar op. En als tieners trokken we met elkaar op. Totdat op een gegeven moment hij niet meer kwam. En hij had gewoon een ander leven ontdekt. Het leven van uitgaan. Het leven van drugs. Het leven van vrije seks. En hij had dat leven ontdekt. En hij was niet meer bezig met God. Totdat op den duur hij opnieuw op de Reveilweek kwam. En hij zei, mijn leven is een puinhoop. En het is deze week dat God zich openbaren moet aan mij. Of ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Dan ga ik het leger in. En joh, kom ik om. Dan kom ik om, zei hij. Hij zei, het maakt me niet meer zoveel uit. Mijn leven is een grote puinhoop geworden. Het was in die week, aan het eind van de week. Hij had serieuze vragen. Hij had een serieus verlangen. Als God dan zou bestaan om God te leren kennen. Aan het eind van de week kwam hij tot geloof. En sindsdien, hij heeft uiteindelijk 3 jaar lang heeft hij bij mijn ouders in huis gewoond. En nu afgelopen vrijdag mocht hij trouwen. En als ik gewoon naar de levensloop kijk. En als ik kijk naar 7 jaar geleden kwam hij tot geloof. Nu stond hij afgelopen vrijdag, stond hij daar. En was er een prachtige dienst waarin Gods heerlijkheid centraal stond. Waarin het zo duidelijk was dat hij en zijn vrouw wilden leven voor God. En ik zie gewoon in zijn leven hoe door de jaren heen God stapje voor stapje steeds dingen meer op zijn plek liet vallen in zijn leven. Hoe God genezing bracht van emotionele pijn waar hij mee zat, hoe God herstel bracht, hoe hij in staat was om gewoon trouw te zijn in zijn werk, uiteindelijk een eigen hoveniersbedrijf op te richten, een vrouw te vinden, zich te hechten, iets wat voor hem heel moeilijk was.
En ik zie gewoon hoe dingen op zijn plek vallen in zijn leven als gevolg van dat hij vrede met God gevonden heeft. En dat is het ding. Vrede in het Hebreeuws is shalom. Shalom betekent heelheid. Er is een heelheid die God ons weer wilt geven, waar we hem leren kennen. Er is een shalom die ons leven inkomt, waar we God leren kennen. Een shalom omdat we weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Een vrede die ons leven binnenkomt omdat we weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede in ons leven voor hen die God liefhebben. Een vrede die ons leven binnenkomt omdat we al onze zorgen neer mogen leggen bij God omdat hij voor ons zorgt. Een vrede die ons leven binnenkomt omdat we weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die op een dag geopenbaard zal worden. En er is een vrede die ons leven binnenkomt omdat we weten dat God op een dag alle tranen van onze ogen zal wissen. En de dood en rouw en jammerklacht of moeite uiteindelijk op een dag er niet meer zal zijn. Het is die vrede van God, de shalom, diepe shalom van God die ons leven binnenkomt. Dat is het goede nieuws en wij mogen de schoenen aantrekken van het goede nieuws van de vrede. En de diepe shalom die God ons wil geven, die mag steeds meer en meer deel worden van ons leven. En dan gaat het door. Hij zegt, die schoenen trekken we aan. De schoenen van de bereidheid, zegt hij ook, van het evangelie van de vrede. Het Griekse woord wat hier vertaald wordt met bereidheid, kun je op twee manieren vertalen. Hij zegt, één is het de standvastigheid. Wij mogen stevig leren staan in dit goede nieuws. In de hoop die we hebben, in de vrede die we hebben gevonden. Zo, daar mogen we stevig in leren staan door ons daaraan vast te houden als we het niet beleven. Door ons elkaar eraan te herinneren aan de vrede die we hebben. En zo mogen we staan. De schoenen die een Romeinse soldaat droeg, dat waren een soort van sandalen met een dikke zool. En een soort van spijkers daaronder die ervoor zorgden dat je stevig kon staan en dat je dus weerstand kon bieden. Het waren geen gladde zolen waar je constant mee uitgleed, maar die spijkers zorgden voor standvastig staan. En dat is één ding wat we mogen doen. Maar het ding is, je kan dit woord ook vertalen met bereidheid. Dit gaat niet over staan in deze vrede, staan in deze waarheid, maar het gaat over wandelen erin. Deze spijkers in de schoenen die zorgden voor goede grip om vooruit te gaan. En zo mogen wij ook leren om vooruit te gaan met het goede nieuws. Dit gaat over het doorgeven van de liefde die we eerst mogen ontvangen. Dit gaat over het doorgeven van Gods liefde. Paulus zegt, in deze strijd moet je bereid zijn om het goede nieuws van de vrede wat je ontvangen hebt, ook door te geven, mee te geven aan anderen. Richting anderen. En mensen, er is een wereld daarbuiten, om ons heen. In de straat waar u woont. In onze wijken, in onze stad. In de wijken rondom ons. Die smacht daarnaar. Die smacht naar Gods liefde. Die smacht naar Gods aanwezigheid. Die smacht naar die shalom, naar die vrede. In onze wereld is er zoveel onvrede. Ik denk aan de buurvrouw van Laura, die vorige week, toen ik daar voor de deur stond, de deur opende. En vrijwel direct uitte ze gewoon hoe ze zich angstig voelt. En ze is alleen en dan gaat ze veel het nieuws lezen. En dan hoort ze weer van wat er gebeurt in de stad. En dan hoort ze weer van wat er gebeurt in ons land. En dan hoort ze weer van geruchten van een eventuele oorlog. En ze hoort weer van steekpartijen. En ik vroeg aan haar, maakt het u angstig? En ze zegt, ja, het maakt me angstig. Het doet me niet goed. Er is onvrede, er is, ze kent niet die vrede. Ik denk aan de tieners die we ontmoeten als we elke week met Facebook de wijk intrekken. En de gebrokenheid in hun gezinnen die ze ook aan ons duidelijk maken, die ze ook aan ons vertellen. Ook daar zien we zoveel gebrokenheid. Ik denk aan Charlotte, een vrouw die ik sprak afgelopen vrijdag op deze bruiloft. En zij is een niet-christen en ik was gewoon heel benieuwd van hoe beleeft zij die dienst. Maar ik kreeg een gesprek met haar en ze zei ook van, joh, weet je wat het is? Ze was gewoon heel erg zoekende naar wat is nou waar? Ze was heel erg zoekende naar wat is de zin van het leven? Waar hoor ik? En ze zei van, weet je wat het is? Ik denk dat we allemaal maar gewoon angstige mensen zijn, zei ze tegen mij. En ik vraag, waar zit dat dan in, die angst? Of zij zegt, ja, het is de onwetendheid. Niet weten is eng, zegt ze. En ik zag in haar ogen de onvrede. Zij kende niet die shalom waar we het hier over hebben. Die vrede waar we het hier over hebben, die
kent ze niet. En zo is er een wereld om ons heen, collega's, vrienden, buurtgenoten, die zo diep verlangen naar die vrede die God wilt brengen. En de vraag voor ons is, zijn we bereid om ook die schoenen aan te trekken? Zijn we bereid om ook te gaan? Het goede nieuws van de vrede, wat we hebben mogen ontvangen, om dat ook weer door te geven. En als we dit gaan doen, waar we dit gaan doen, dan zul je ook zien dat ons eigen geloof ook weer versterkt wordt. Dat we ook weer nieuwe moed ontvangen. Dat we nieuwe hoop ontvangen. Dat we God aan het werk gaan zien. In dit gesprek met Charlotte hadden we het gewoon over de dienst. En nou ja, nogmaals, ik was gewoon heel erg benieuwd van, joh, hoe beleeft zij zo'n dienst? Zij komt zelf uit Den Haag. Dit was een dienst, was op de Veluwe. Een dienst met een orgel, met psalmen. En ik was gewoon benieuwd, joh, hoe beleeft zo iemand die uit de stad komt, die Jezus niet kent, hoe beleeft zij zo'n dienst? Weet je wat ze tegen mij zei? En eerlijk is eerlijk, ik dacht diep van binnen, ze zal het wel een beetje vreemd vinden. Weet je, zo'n orgel, weet je, zo trage liedjes. Termen die ze niet zozeer kent. Ik dacht, joh, misschien vindt ze dat een beetje vreemd. Maar ze zei tegen mij, weet je hoe ik dat beleefd heb, die dienst? Het was alsof ik eventjes, te midden van dat, die onwetendheid in mijn leven, alsof ik even in een veilig bootje zat. Alsof ik even was op een plek waar er wel antwoorden zijn. Alsof ik even was op een plek waar er vrede was. Dat is letterlijk de woorden die zij tegen mij sprak. Even in een veilig bootje. We hoeven niet even in een veilig bootje te zitten. We mogen permanent in een veilig bootje zitten. Ook al stormt het in ons leven. Ook al zitten we midden in die strijd. We mogen permanent in dat veilige bootje zitten. Joh, ik denk ook aan Thomas. Ik weet dat je ergens hier bent. Thomas hebben we ontmoet ook via Facebook. Hij komt al jaren. En ik vroeg hem ook, begin dit jaar vroeg ik hem gewoon van, joh Thomas, wat geloof jij eigenlijk? En Thomas vertelde mij dat hij gewoon ook zoekende was geweest. Verschillende religies had onderzocht. Verschillende dingen had bekeken. En hij zei, joh, uiteindelijk, ik kom toch eigenlijk wel weer steeds terug bij Jezus. En de simpele vraag, ik vroeg hem gewoon, wat geloof jij eigenlijk? En hij uitte dat hij graag een Bijbel zou willen hebben. Inmiddels heeft hij een Bijbel. Inmiddels is hij zijn Bijbel gaan lezen. Is hij tot geloof gekomen? Gaat hij naar een van onze kringen? Heeft hij het verlangen zich te laten dopen? Het verlangen om zich aan te sluiten ook bij Feesthof en volgend jaar ook weer te dienen. Hij heeft het goede nieuws van de vrede heeft hij ontvangen. En het heeft een verlangen gegeven voor hem om ook weer dat door te geven aan anderen. En daarin is Thomas ook een voorbeeld voor ons. En is het prachtig om te zien wat God doet, gewoon als gevolg van simpele vragen. Hoe heb je deze dienst beleefd? Waar leef jij voor en hoe gaat dat? Wat geloof jij eigenlijk? Het hoeft niet moeilijk te zijn. Laten we bereid zijn om het goede nieuws wat we ontvangen hebben ook weer door te geven. Weet je, ik denk aan Handelingen 4, waar Petrus en Johannes, die werden opgepakt door het Sanhedrin, ze werden ondervraagd. En dan lezen we dit. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. En dan zeggen ze dit, want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en wat wij gehoord hebben. En het is mijn verlangen, mooie kerk, dat dit is wat wij ook zullen zeggen. We kunnen niet nalaten om te spreken van wat wij gezien en van wat wij gehoord hebben. En hiervoor hoeven we niet per se de buitenlandse zending in te gaan. Misschien sommigen van ons. Misschien roept God jou inderdaad om de zending in te gaan. Ofwel in Nederland of in het buitenland, onbereikte volken te bereiken. Dat zou kunnen. En dan bid ik dat God jou ook roepen zal als dat voor jou is. Maar tegelijkertijd geldt dat niet voor ons allemaal dat we geroepen zijn om naar het buitenland te zijn. Maar we zijn wel allemaal geroepen om de sandalen van het evangelie, de bereidheid van het evangelie van de vrede aan te trekken. En het goede nieuws ook te brengen. Aan het eind van Efeze 6 daar zegt Paulus, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Paulus die bidt niet ervoor dat hij
bevrijd wordt uit de gevangenis, maar hij zegt, ik ben hier nu geplaatst door God. En hier op deze plaats mag ik getuigen van wie Jezus is en mag ik zijn liefde doorgeven. Dat geldt voor ieder van ons. Op de plaats waar u geplaatst bent, op uw werk, in uw gezin, in jouw studie, op jouw school, dat is waar God jou nu geplaatst heeft. Daar mag jij getuigen. Wat Paulus doet is, vervolgens zegt hij ook, bid dat mij vrijmoedigheid gegeven wordt en woorden gegeven wordt. Laten we dat ook doen als gemeente. Laten we inderdaad bidden dat ons woorden gegeven worden, dat ons kansen gegeven worden, dat er deuren openen om te getuigen van wie Jezus is. Dat is hoe we het doen. Dit is hoe we concreet, praktisch ook die schoenen aantrekken. En het derde is, hij zegt, zoals ik moet spreken, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van onze mond. Laten we woorden gebruiken als het gaat om het uitdelen van Gods liefde. Geloof is uit het horen van wat? Het horen van het woord van God. Laten we woorden gebruiken, laten we ons beoefenen om te verwoorden wat dit goede nieuws is. Wat deze vrede is. Laten we kijken in ons eigen leven waar we die shalom van God zien en hoe wij ook met woorden op de plaats waar wij geplaatst zijn, vanuit gebed ook getuigen mogen van Jezus en zijn liefde ook door mogen geven. Kijk, dat is onze roeping. Dat is wat we te doen hebben in deze strijd. En ik wil dan ook sommigen van ons die zullen misschien op die plek zijn waar je zegt van joh, ik mag groeien ook in die standvastigheid. Misschien is voor vandaag voor jou ook gewoon de oproep, niet zozeer om van alles te gaan doen, maar gewoon allereerst ook stevig te staan in het evangelie. Dat te omarmen, dat je eigen te maken. Misschien is dat voor jou. Als het voor jou is, dan weet je het. Misschien is de opdracht wel voor jou inderdaad. Ga, wees bereid om Gods woord te brengen. Dat is wat we als gemeente deze week willen doen, maar het stopt hopelijk niet deze week. We hebben niet één week waarin we deze schoenen moeten aantrekken. We mogen ons het hele jaar door, mogen we ons bekleden met de hele wapenrusting van God. En mogen we ons ook de schoenen van de bereidheid van het evangelie, van de vrede, mogen we dragen en daarmee mogen we gaan. En we hebben werkelijk goed nieuws wat we mogen brengen. Laten we dat doen met elkaar. Amen. Amen. Laten we bidden. Ja, Vader, ik dank u voor het goede nieuws wat we hebben. Het goede nieuws dat we vrede mogen hebben met u. Het goede nieuws dat er herstel van relatie met u mogelijk is in ons leven. Dat we u mogen kennen. Dat we mogen gaan van mensen die geestelijk dood zijn naar mensen die geestelijk levend zijn. Heer, dat u overgaat in ons leven van rechter naar vader. Liefdevolle vader die ons omarmt, die ons bemoedigt, die ons aanspoort, die ons corrigeert waar nodig. Vanuit liefde, God, ik dank u voor het goede nieuws van de vrede en de shalom die u weer wat uitstortte over ons leven en de heelheid die u brengen wilt. Een proces van herstel, God, wat u ook brengt in onze levens, daar waar we u leren kennen. Heer, en ik bid dat we ons mogen verheugen en verwonderen in het goede nieuws. Dat we dat blijvend mogen doen als gemeente. En dat we gemotiveerd zullen zijn daardoor. Vanuit verwondering over wat u heeft gedaan. En dat we zullen zeggen, zoals Petrus en Johannes zeiden, wij kunnen het niet nalaten om te spreken. Wij kunnen het niet nalaten om te getuigen van wat we gezien en van wat we gehoord hebben. Heer, ik bid zo dat u door de kracht van uw Heilige Geest dat bewerken in onze levens. Tot opbouw van uw koninkrijk en tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.